Bokstol is op zoek naar een nieuwe burgemeester en vanavond horen we wat de status is. Frans van Beers die vierde de afgelopen week zijn 80ste verjaardag. Niet achter de geraniums met een stukje appeltaart, nee, bovenop de top van de Kilimanjaro. En Stichting Ouderen in Regie vindt dat het de hoogste tijd wordt voor actie en voor samenwerken. De Star Company is hier, want zij gaan dit weekend en volgend weekend optreden een heuse theatertour. Het is vandaag donderdag 14 maart. Van harte welkom bij Dommeland Live. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Op 31 oktober vorig jaar was in de media te lezen dat burgemeester Mark Buijs naar Oosterhout zou vertrekken. En dat betekende voor Bokstol dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe burgemeester. Maar eerst kwam er een waarnemend burgemeester. Vanavond hier in de studio Marielle van Alphen, voorzitter van de Vertrouwenscommissie van de gemeente. En zij gaat ons bijpraten wat de stand van zaken is. Van harte welkom Marielle. Hi. Heel fijn dat je er bent. Als eerste, heel veel mensen weten dat waarschijnlijk niet. Ik hoor het ook wel om me heen. Waarom wordt er eerst gekozen voor een waarnemend burgemeester in plaats van meteen de goede, de echte? Ja, die vraag die hebben wij ook wel gekregen hoor. Dat is een hele begrijpelijke vraag. Vanaf het moment dat Mark Buijs aankondigde van nou, ik ga vertrekken, gaat er eigenlijk al een proces in gang gezet worden en wordt er meteen op zoek gegaan naar een passende waarnemer die meteen ook aan de slag kan gaan hier. Okay. En daar heeft eigenlijk vooral de commissaris van de Koning een rol in. Maar alle gemeenteraadsleden mogen ook tips geven. Mm-hmm. En die heeft hij ter harte genomen. En hij is op zoek gegaan. Heeft grondig onderzoek verricht. En is met Fons Naterop gekomen. En die heeft hij aan ons voorgesteld. En uiteindelijk in ons bijzijn ook benoemd. Oké. Ja, zo gaat het dan. Nou, die is nu een paar maanden bezig. Nu is de gemeente natuurlijk ontzettend hard op zoek naar burgemeester voor bestuursperiode van in principe 6 jaar, hè, heb ik gelezen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Want er moet een profielschets komen, er moeten mensen komen die dit gaan doen. Kun je dat kort uitleggen? Ja, dat ga ik zo kort doen. Het is heel uitgebreid. Ja, het is ik heel ga veel, het proberen maar samen te vatten. Ja. Vanaf het moment dat Mark Buijs echt weg is, start eigenlijk ook die benoemingsprocedure. Ja. En een onderdeel daarvan is dat er een vertrouwenscommissie ingesteld wordt. En wat houdt dat in? Wij hebben ervoor gekozen dat daar in ieder geval vanuit iedere politieke partij iemand aan deelneemt. Dus mm-hmm. we hebben een breed draagvlak, zal ik maar zeggen. Ja. En verder zit daar bij een van de wethouders, de plaatsvervangend voorzitter en onze gemeentesecretaris. Mm-hmm. En wij worden heel fijn ondersteund door de Griffie. Dus okay, en de Griffie voor de mensen die dat niet weten? De Griffie, wat doet de Griffie? Ja, de secretariële ondersteuning van de okay. raad. Ja, en daar hebben wij... hele fijne ondersteuning aan natuurlijk. Dus jullie hebben er is een vertrouwenscommissie samengesteld. Ja. He, dat noemde jij net. Ja, dat klopt. En jullie hebben besloten om meteen te starten om alles heel vertrouwelijk binnenskamers. Of hoe zit dat? Oh ja, nou, dat klopt inderdaad ook. Daar kan iedere gemeente voor kiezen om dat aan de voorkant al meteen in acht te nemen of gaandeweg het proces mm-hmm. vanaf het aanbieden van de profielschets. Wij hebben gezegd van nou, wij die willen die absolute geheimhouding vanaf het begin van het proces. Gewoon om geen enkel risico te nemen. Dus alle inhoudelijke informatie blijft binnen de commissie. Ja. En ja, je wil ook op geen enkel moment iemand schaden of Nee, want wat je leest in de media ook de laatste tijd, er gebeurt hè, hier en daar een zwat met burgemeesters. Maar ik kan me voorstellen op het moment dat iemand weet dat iemand gesolliciteerd heeft op een burgemeester. Dat doel je op. Ja. En daarbij, want ik heb een beetje voorbereid natuurlijk en gelezen, zag ik ook dat er komt nogal wat kijken om benoemd te kunnen worden überhaupt als burgemeester. Ja, jawel. Het is niet zo heel eenvoudig. Nee, hoor. Precies. Dus ik vind het ook fijn dat ik het hier even uit mag leggen, in een notendop natuurlijk. Ja. En over die absolute geheimhouding, we willen daar niet krampachtig over doen, maar het moet wel correct gebeuren. Dus die uiteraard. Afspraken hebben wij natuurlijk met elkaar gemaakt. Ja. En we zijn met een groep van 11 personen, dus het is best ook een grote vertrouwenscommissie. Ja.
Vandaar dat we gezegd hebben van nou, dan is het ook duidelijk. En meteen dan vanaf dag 1. Alles vertrouwelijk. Klopt. Goed, dan zitten jullie bij elkaar en dan wat? Dan moet er een lijst komen van waar moeten onze nieuwe burgemeester aan voldoen. Ja, hoe inderdaad. Pak je dat aan? Nou ja, het is geen dagelijkse bezigheid, zal ik maar zeggen. Dus voor ons ook even zo van, nou ja, er wordt gevraagd om een profielschets op te stellen. En wij hebben eigenlijk gezegd van nou, we willen zoveel mogelijk inwoners daarbij betrekken. Dat vinden we heel erg belangrijk. En vandaar dat we gezegd hebben, we gaan in ieder geval een enquête instellen. Mm-hmm. We gaan op bezoek bij de weekmarkten in Bokstel, Liemde en Es zijn we geweest. We betrekken de scholen erbij, de middelbare scholen, maar ook alle basisscholen. Okay. En we hebben een e-mailadres, hebben we ook de lucht ingeslingerd, zal ik maar zeggen. Wat is jullie motivatie om iedereen erbij te betrekken? Nou, als je wil zoveel mogelijk meningen wensen van inwoners, wil je meenemen tijdens het opstellen van die profielschets. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld naar die enquête kijkt, mm-hmm. dan komen daar wel duidelijke resultaten uit. Oké, en dat geeft jullie ook weer een richting van... Zeker. Want die enquête hebben jullie opgesteld samen met een bureau. Even kijken, we kunnen er even een van laten zien, want we hebben daar een voorbeeldje van. Oh ja, dat is goed. Even kijken... Oh, ik ga helemaal de mist in, want we hebben eerst iets anders. Ja, oh. Wij zijn ook de straat op gegaan. Jullie hebben de enquête, wij zijn de straat op gegaan. Ja. Het is nu het moment voor het filmpje, het straatinterview. Gaan we even kijken wat de mensen op straat voor burgemeester willen. Ga je heel goed opletten, hè? Nou, wij moeten wel een burgemeester hebben die heel toegankelijk is. Ook met mensen heel goed mee kan gaan, ook als er iets georganiseerd wordt. Het eerste vind ik dus hier de fietsers hier altijd, in het midden in het dorp. Als ik hier gaat lopen, dan rijden we gewoon ondersteboven. En dan dat parkeren, hè, dat is ook een heel groot probleem voor taal. Doordat de markt veranderd is. Ik denk sportief, maar ook dat hij wel naar allemaal dingetjes heen gaat. Hierheen, naar het dorp, dat hij een beetje sportief is. Ik vind dat moet iemand komen die gewoon knopen doorhakt en zegt, zo gaan we doen. Maar als ik hem een tip wil geven, dan zou ik zeggen, ga maar eens een keertje met de oude burgemeester bij de buurt. Goed luisteren naar de mensen en echte tafelgesprekken aangaan. Waar gaat uw voorkeur naar uit, een man of een vrouw? Als we het er dan toch over hebben. Nou, dan laten we eens een keer een vrouw pakken. Dat lijkt me wel leuk. Dan een vrouw natuurlijk. Dan een vrouw. Dus toch een vrouw. Toch een vrouw. Ja, ik een vrouw. Nou, knappe man natuurlijk dan, hè. Met donker haar. Met donker haar. Ja. Ja, jij mag natuurlijk niet al te veel vertellen, maar zijn er herkenbare dingen die terugkomen in de enquête antwoorden of de open vragen? Nou ja, vooral die open vraag. Ik weet niet of ik daar kort iets over mag vertellen. Tuurlijk. Ja. Dat is misschien wel leuk om te weten. Meer als de helft van de deelnemers aan de enquête heeft ook die open vraag ingevuld. Oké. En het kan heel kort zijn met één woord, maar er kwam ook wel een nadere uitleg voorbij. En dan krijg je ook wel hele gevarieerde reacties, zal ik zeggen. Ja, heel gevarieerd. Is er wel iets wat je mag noemen omdat dat heel algemeen is? Of? Jawel. Van integer tot een warme persoonlijkheid. Er is ook gezegd van nou, ik wil iemand die tussen de mensen staat en niet boven de mensen, maar wel weer boven die politieke partijen. Zo, op die manier. En ook van, laat hem deze maar zitten. Dat krijg je natuurlijk ook wel. Ja. We hebben 1-op-1 gesprekken gehad, ook op de markt bijvoorbeeld. En dan iemand die tegen mij zei van, nou, ik zoek een sterke burgemeester. Eentje die het wiel niet opnieuw uit gaat vinden. Oh. Eentje met pit. Ja, ik vind het prachtig dat mensen zo betrokken zijn en dat die mening ook delen met ons. Want dat is ook jullie doel, hè? Dat zoveel mogelijk informatie van de inwoners, van jong tot oud, bij elkaar krijgen. Ja. En dan kunnen jullie een profielschets samenstellen. Hoe ver staat het nu met die profielschets? Ja, we zijn al wel aan het analyseren, zeg maar. De uitkomsten die we ondertussen hebben, die worden grondig bekeken. En we houden natuurlijk ook rekening met de Bokstelse ambities die we hebben, maar ook met de actuele ontwikkelingen die er al zijn. Mm-hmm. Die worden ook allemaal wel meegenomen. Mm-hmm. En dan is het de bedoeling dat je op een gegeven moment tot een goed beeld komt. Ja. En dat wordt dan de schets. En hoe ver is het daarmee? Nou, we zijn al aardig op weg, zal ik zeggen. 8 april is een officieel moment. Ja. Dan komt de commissaris en die komt naar de gemeente Boksel dus ook echt om de profielschets op te halen. Oké.
Want die commissaris, dat lees ik ook, dat is wel echt een hele belangrijke speler in deze hele procedure, hè? Ja, hij is eigenlijk weer de vertegenwoordiger van de minister, zal ik zeggen. Ja. Oké. Hoeveel mensen hebben die enquête en de mails ingevuld? Is daar enig zicht op? Ja, we hebben op de enquête alleen hebben we 413 reacties gehad. Oké, is dat veel? Ik vind dat wel getuigen van betrokkenheid van de inwoners. Ja. Oké. Ze zijn we heel blij mee. Ja. En een groot gedeelte wil ik op de hoogte gehouden worden. Mm-hmm. Die hebben hun e-mailadres achtergelaten, dus daar gaan we voor zorgen. Nou. Ja, spannend hoor. Ja, het is spannend, zeker. Ja, want ook voor jullie, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Die wordt ook niet zomaar burgemeester, want ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bestuurlijke taak. Ja. Ze komen nog antecedenten onderzoeken en dat soort zaken, heb ik begrepen. Die vacature, als die profielschets is goedgekeurd, waar komt die vacature in op? Die profielschets wordt vertaald in een vacature. Ja. En die wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal ik zeggen, die wordt die opengesteld. Mm-hmm. En die zie je dan in de Staatscourant, maar ook op de site van Rijksoverheid. Oké. Okay. Ja, de meeste vacatures zijn dat dan, hè? Ja. En klopt het nou, heb ik dat goed gelezen, dat jullie als gemeente ook eventueel zelf kandidaten mogen voorstellen? Of hoe gaat dat? De sollicitanten schrijven een brief aan de commissaris, van de koning dan in dit geval, Wim van der Donk. En hij gaat beoordelen en selecteren. Ja. Dan gaat hij in overleg met ons, met de vertrouwenscommissie. En wij mogen op dat moment nog extra kandidaten toevoegen. We mogen er ook een paar weglaten, als we dat zouden willen. Als daar een reden voor is. Oké. Okay. Zit echt wel een duidelijke stem erin. Ja, zeker. Heel mooi, hè? Want in Boksel moet het ook gebeuren. Hè? Ja. Tot slot. Wanneer verwachten jullie dat wij in Boksel een nieuwe burgemeester hebben? Ja, je zegt zelf al, het is nog een heel traject waar we gaan doorlopen, is intensief. Ja, begrijp het. En je moet echt rekening houden met november, december. Toch nog? Ja, heeft ook met de zomervakantie te maken en met de beoordeling en screening door de minister zometeen. Aan het einde, zeg maar, nadat de aanbeveling gedaan wordt vanuit de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Maar het is een zorgvuldig proces en dat heeft tijd nodig. Ja, want jullie moeten eerst al de gesprekken ook nog voeren met mogelijke kandidaten. De vacature moet nog geplaatst. Dus er is nog genoeg te doen. Dus dan. Klopt. Het gaat om het resultaat, uiteindelijk. Ja, precies. Ja. Gedegen en goed voorbereid. Hè? Daar hebben we tenslotte straks hopelijk het meest aan. Hè? Ja, ik vond het hartstikke fijn dat je dit even wilde komen uitleggen. Dus dan weten we thuis dat het einde van het jaar zo'n beetje gaat worden dan. Ja, daar gaan we wel van uit. Heel veel succes met al het werk wat jullie er nog mee hebben en dank je wel. Ja. Ik ga naar achter, want bij mij op het podium, daar staan hartstikke leuke kinderen. Daar loop ik even naartoe. En dat zijn namelijk kinderen van de Star Company uit Boksel. Hallo, hartelijk welkom. Oh, wat staan jullie mooi opgesteld. Ga ik even hier naartoe, want jij staat het dichtst bij de microfoon, hè? Ja. Jullie worden opgeleid bij de Star Company en daar leer je... Wat leer je daar? Ja, zingen, dansen en acteren. Wat leuk. En nou heb ik gelezen dat jullie dit weekend in een heus theater gaan optreden. Ja. Wat geweldig. En ook nog eens voor het goede doel, heb ik gehoord. Ja. Welk goed doel? Welke goede doelen? Ja, je moet hierbij. Ik zie. Nee, Stichting Het Vergeten Kind en de Voedselbanken. Wauw, wat goed. En jullie gaan allemaal optreden. Jullie hebben nu ook al je mooiste kleren aan. Hebben jullie er zin in om in een theater op te treden? Ja. Ja, dat lijkt me wel helemaal geweldig, hè? En dan met al die lampen erop en een hele volle zaal voor het goede doel. Wat gaan jullie vanavond zingen? Pyjama-dag van kinderen voor kinderen. Pyjama-dag van kinderen voor kinderen. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Ik ga lekker naar jullie luisteren. Pyjama-dag, kinderen voor kinderen. Ik ben helemaal vrij. Niemand die
Nou, hartstikke leuk. Mooi gedaan. Heel veel succes komend weekend. Straks zien we nog meer kinderen van de Star Company. Ja, Stichting Ouderen in Regie is een stichting zonder winstoogmerk en is voor alle senioren in Boksel, Liemde en Lennisheuvel in directe omgeving. Wat wil Stichting Ouderen in Regie? Dat is eigenlijk heel simpel even uitgelegd, de regie weer terugbrengen bij de ouderen zelf als het gaat om wonen en zorg. Er moet heel wat gebeuren. De stichting is opgericht in 2014, we zitten in 2019 en bij ons in de studio is voorzitter Ad van den Brand. Ad, van harte welkom. Dank je. Heb je wel eens een pyjamadag? Nou, ik zat er net aan te denken toen de kinderen aan het zingen waren. Pyjamadagen komen voor in de zorg, hè? Ja, in verpleeghuizen, als er te weinig verpleging is, dan hebben senioren een pyjamadag. Ja. Dat is niet zo fijn natuurlijk, hè? Nee, zeker niet. En dat willen we natuurlijk met klem zien te voorkomen. Ja, ja, maar om in te gaan op je inleiding, wij zijn inderdaad gestart in 2014. Ja. In 2013 had de Rijksoverheid het idee, we moeten naar een doe-democratie. En dat houdt eigenlijk in dat je de burger eigenlijk de gelegenheid geeft om datgene te realiseren wat goed voor de burger is. Mm-hmm. En dat valt natuurlijk niet mee, want je moet natuurlijk goed weten waar je het over hebt. En als burger werd je daarvoor het feit gesteld van dat je in één keer alles mocht zeggen en mocht meebeslissen. Ja, zeker als het gaat om regelgeving en dat soort zaken. Precies. Daar hebben natuurlijk niet alle mensen verstand van, hè? Nee, dat klopt. En kort erop zei de koning dat er een participatiemaatschappij zou komen. Mm-hmm. Daar zitten we middenin. En dat is een leerproces waarin senioren, maar zeker ook alle burgers, maar senioren in het bijzonder, mm-hmm. waar wij over gaan, ja. Proberen die participatie ook in praktijk te brengen. En dat hebben we eigen regie genoemd. Ja. En we zijn ook begonnen met het inventariseren van, wat is daar nou regie? Is dat nou regie op alles of is dat regie op maar een klein deel? Mm-hmm. Wij hebben gezegd, van het is goed om de regie te hebben over wonen, welzijn en zorg. Om die drie elementen bij elkaar te pakken. Ja. Om te kijken van, kun je nou op basis van die drie dingen bij elkaar kwaliteit van leven gaan bevorderen, ook mm-hmm. als je oud wordt. Ja. De vraag die we op een bepaald moment gesteld hebben is van, hoe wil je oud worden? Ja, precies. Want als ik even teruggrijp naar wat cijfers, dan ja. Zijn er op dit moment ruim 6000 mensen in Boksel die gebruik maken van AOW. Klopt. Dus dan heb je het over een enorm grote groep in Boksel. Ja. En wat is anno 2019... volgens Stichting Ouderen in Regie nodig? Kun jij concreet wat dingen noemen? Ja, nou kijk, het gaat inderdaad om een vijfde van de hele bevolking van Boksel, die dus senior is. Wat er nodig is, is dat er op het gebied van wonen, met name woonprojecten, mm-hmm. wat meer lucht en ook ambitie komt bij de gemeente, maar ook bij ondernemers, om voor senioren, samen met senioren, te zorgen dat die huisvesting wat meer en beter geregeld is. Mm-hmm. Beter geregeld is in de zin van, het aanbod moet vergroot worden. Op dit moment is er relatief weinig aanbod voor senioren. Als je senior bent en je wilt gaan verhuizen, mm-hmm. dan is het heel lastig om passende huisvesting te vinden. Is dat ook vanwege het feit dat er überhaupt een krapte is op de woningmarkt? Dat speelt zeker een rol, maar kijk, het feit wordt nu dat de Rijksoverheid zegt van, probeer zo lang mogelijk in je eigen woning te blijven, het langer thuis zijn. Mm-hmm. Langer thuis wonen, dat betekent dat je de kwaliteit van wonen natuurlijk evenredig moet ophogen als je wat komt te mankeren, de woning moet worden aangepast. Of, maar ook de sociale structuur in een woonwijk en waar je woont is heel erg belangrijk. Ja, zeker. Om te kijken van, kan ik nog voldoende rekenen op mantelzorg of op burenhulp. Ja, want daar, in principe word je nu min of meer voor het feit gesteld, want je kunt niet eens ergens heen als zou je dat willen. Dus het is eigenlijk, ja, het is geen keuze meer. Het is eigenlijk meer een feit een gegeven, dat het zo, een gegeven dat ja, het zo is. Nou, heb ik gelezen dat de overheid 340 miljoen beschikbaar gaat stellen voor de uitvoering van het programma Langer Thuis. Ja, daar doelde jij denk ik net op. Ja, precies. En die gelden zijn beschikbaar tot 2021. Ja. Weet jij wat wij hier daarvoor terugzien in de gemeente? Nou, als we geen actie nemen, dan gebeurt er niks. Okay. Het is, er is ook een innovatiefonds voor op een nieuwe manier inhoud te geven aan wonen en welzijn en zorg, met name voor senioren. Dat innovatiefonds dat is inderdaad gedekt met 10 miljoenen. Mm-hmm. Daar moet een gemeente, of liever gezegd partijen in een gemeente, moeten zich daarvoor aanmelden. Mm-hmm. En dan kan daar gebruik van gemaakt worden. Yeah. Wij hebben als Stichting Ouderen in Regie gezegd van, wij willen die zorg wel een beetje meegaan
organiseren. In de zin dat anderen die zorg verlenen, maar wij daar wel wat inspraak in hebben en de regie daarmee over vormen. Mm-hmm. En vandaar dat we gezegd hebben, vanuit de stichting, die geen leden heeft, gaan we een coöperatie oprichten. Met als doel? Met als doel dat je daar lid van kunt worden. Ja. En samen met zorgaanbieders, bijvoorbeeld Zorggroep Elde, Vivent mogelijk, maar ook de gemeente en kantoor de Twern en de woningstichting, proberen om die langer thuis te faciliteren door voorzieningen in wijken te organiseren. Okay. En dat kan ook van dat geld. Ja. En faciliteiten in de wijk organiseren, dat betekent dat je kleinschalige wooninitiatieven zou kunnen nemen, met gekoppeld daaraan zorg en ondersteuning, mm-hmm. maar bijvoorbeeld ook paramedische beroepen daar hun werk kunt laten doen. Ook een inloopfunctie kunt hebben, een soort huiskamer. Ja. Dus het idee is eigenlijk om in elke wijk een kleinschalige voorziening te hebben waar mensen ook gefaciliteerd worden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ja. Dus dat is een beetje de inzet van de nieuw op te richten coöperatie. Okay. Want als ik dan kijk, een vijfde van de bevolkingsgroep, dat is ontzettend veel. Ja. Dat worden er alleen maar steeds meer. Ja. Jullie zijn vanaf 2014 bezig. Hoe is tot nu toe, kun je even kort schetsen hoe de samenwerkingen en ervaringen zijn met samenwerken, bijvoorbeeld met de gemeente Boksel, de KBO? Ja, we hebben op dit moment de situatie dat er een ouderenagenda is gepropageerd door de gemeente. Daar is in het begin met vallen en opstaan door verschillende partijen, door de KBO, ouderenregie en allerlei andere organisaties voor senioren, hard aan gewerkt om daar input aan te geven. En door het aantreden van de waarnemende burgemeester komt dat nou gelukkig een beetje in de stroomversnelling, want die heeft ons verzekerd van, om de zaak ook echt aan gaan te pakken, in ieder geval daar aandacht voor te vragen. Ja. Een jaar geleden was dat allemaal een beetje praatje maken en geen gevolg geven. En daarvan hebben wij gezegd, dat willen wij niet nog een keer meemaken. Dus we hebben een gesprek gehad met de burgemeester en aangegeven van dat wij graag ook meters willen maken en willen zorgen dat het ook echt gaat gebeuren. Ja, prachtig, want jullie zeggen ook heel duidelijk van het is nodig. Precies. Dan moet wat gebeuren. Je kunt niet achterover blijven leunen. En waar we tegenaan lopen is dat er binnen gemeentes op basis van de participatie nog vanuit oude gedachten wordt gewerkt. En oude standpunten worden ingenomen en ambtenaren ook nog vaak de neiging hebben om alleen maar op regels te toetsen en niet op wat haalbaar is. Dan proef ik daaruit dan een beetje dat daarin ook meegegaan moet worden in de huidige tijdgeest. Precies, dat niet alleen in de huidige tijdgeest, maar ook qua houding ook gekeken moet worden van, kijk, beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden, colleges en burgers hebben allemaal een bepaalde rol in de context van de samenleving in Boksel. Ja. En die moeten zorgen dat die niet tegen elkaar werken, maar met elkaar gaan werken. En dat is precies wat de gemeente ook propageert, meewerkend Boksel. Maar dat betekent wel dat er ook echt een keer geleverd moet worden. Ja, en daar maken jullie je echt hard voor. En daar maken we ons hard voor. En in het begin ook een beetje boos over. En zeggen van, en nu moet het dus wel gaan gebeuren, want anders dan kunnen we blijven praten. En dat is mooi, dat is ook gezellig. Maar het schiet niet op. Mm-hmm. Actie. Actie. Tijd voor actie. Ja. Nu is het ook zo dat binnenkort wordt ook de omgevingswet veranderd. Hè? Nou. Dat is wel ingewikkeld, maar kun je daar misschien heel kort even iets over zeggen? Want biedt dat nog perspectief voor wonen? Nee, de omgevingswet, dat is zoals ze op zijn Duits zeggen, gefundenisfressen voor ons. Want wij zijn ooit opgericht met het idee van, we moeten veel dingen bij elkaar doen. Die omgevingswet, die heeft de Rijksoverheid verzonnen. Ja. In het kader van de participatiemaatschappij, te zeggen, we gaan alles wat er nieuw moet komen en wat er bestaat, gaan we zodanig in de ruimtelijke inrichting maken, zodat dat welzijnsbevorderend is. Aha. En we gaan mensen, bewoners, uitnodigen om mee te denken voordat de plannen gemaakt worden, om te kijken van, zijn die plannen nou welzijnsbevorderend? Ja. Moeten we dingen nou nalaten of juist dingen doen in die omgeving, in die nieuwe omgeving, om dat te bevorderen? En hoe doen we dat dan? Okay. Geldt ook voor bijvoorbeeld nieuwbouwplannen. Wij hebben met het college voor het einde van het vorig jaar nog een gesprek gehad. Om te zeggen van, kijk nou eens bij de nieuwbouwplannen. Bijvoorbeeld heen van Celis komen zo'n 500 wooneenheden. Wat wordt daar nou concreet gebouwd en geregeld voor het welzijn van senioren? Ja, ja, ik snap je. En is het dan ook zo, Ad, want dan, dat schiet mij dan nu te binnen. Laat de senioren zelf ook eens contact opnemen en aan de bel trekken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet eens weten dat Stichting Ouderen in Regie bestaat. Dat die optie er is. Ja. Als ze meer willen weten over, hoe kan ik als senior van Boksel mijn informatie vinden en wat kan ik zelf doen?
Waar kunnen ze dan... We hebben een site, dat is ouderenenergie.nl. Okay. En wij werken op dit moment gelukkig heel goed samen met een aantal ouderenorganisaties, onder de KBO. Ja. KBO moet je niet onderschatten, want die hebben in Boksel meer dan 2000 leden en in Liemde zo'n 500-600. Dat zijn er ontzettend veel. Ontzettend veel, die hebben ook heel veel dingen heel goed geregeld. En wij proberen daarbij aan te sluiten en van elkaar ook gebruik te maken. Kijk, en wat wij weer als accent leggen bij wonen, welzijn en zorg, heeft de KBO wellicht een ander accent. Mm-hmm. Maar de voorzitter van de regio KBO Brabant, Leo, wat heeft zijn naam kwijt? Weet ik zo niet. Leo Biskops. Die is bezig om met name vanuit de KBO ook te zorgen dat er wat meer aandacht komt voor wonen, welzijn en zorg. Mooi. En dat op lokaal niveau te regelen samen met de KBO. Dus samenwerken, ja. Concreet in actie, in echt gas geven, ja. En meer informatie is te vinden op jullie site. Ja. Ja, ik dank je hartelijk voor jouw komst naar de studio. En succes met alle mooie plannen. Even wat betreft de voorgangster, zoek niet langer door. Er zijn genoeg kandidaten die burgemeester willen worden. En de huidige burgemeester heb ik vanmiddag gesproken en... Je bedoelt waarnemend burgemeester van Straathof? Waarnemend burgemeester. Ja? Ik hoop dat je blijft. Ah, nou, bij deze. Oké. Okay. Bedankt dat je er was. Graag gedaan. Ik ga naar de Star Company, want er staat nu... er staat een hele mooie jongeman op het podium. Daar ga ik even naartoe. Nathan? Ja, klopt. Van de Star Company. Ja. Jij bent daar ook op les, hè, zeg klopt. Maar. Jij gaat ook in het theater optreden. Ja. Hoe kijk jij daar naar uit? Ja. Vind je dat spannend? Ja, nou beginnen de spanningen wat te komen, ja. Zeg ik eerlijk. Maar ja, ik vind normaal, wel, ja, dat wel gezonde spanning zijn altijd goed. Heb je altijd al willen zingen? Ja. Oh, kijk. Ja, het is wel later gekomen, dus ik kan niet zeggen, ja, ik ben vanaf 2 jaar begonnen. Dat niet. Maar later op jouw leeftijd, hallo. Ja, ja. Als ik dat nou zeg. Ja. Ik ben wel heel laat begonnen. Maar. Nee. Hey, wat leuk. En wat is jouw, wat zing je het liefst? Wat voor soort liedjes? Ik denk zelf ballads. Ballads? Zelf, ja. Mooi. Ja. Wat ga je vanavond voor ons zingen? You Are The Reason. You Are The Reason. Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier met dit optreden. Dank u wel. There goes my heart beating. And you are the reason. I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing. And you are the reason that I'm still breathing. I need you now. I'd climb every mountain swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see, 'cause you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, we need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I spend every hour of every day to keep you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see, 'cause you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain, swim every ocean
just to be with you, fix what I've broken, 'cause I need you to see, 'cause you are the reason. Wat mooi, wat hartstikke goed zeg. Wat heb jij een mooie stem. Ik wens je een bijzonder mooie voorstelling in de Twee Theaters. En heel erg bedankt dat je hier was. Dank je wel. Oh, wat mooi. Oh, en de volle bank zit er al. Hè, ik moet even omschakelen, maar dat moeten jullie volgens mij ook. Jullie, Frans van Beers vierde namelijk zijn 80ste verjaardag deze week. Bovenaan de top van de Kilimanjaro in Tanzania. Zeg ik nou wel goed, hè? Ja. Oh. Wat geweldig. Hij is vandaag hier, heeft zijn familie bij zich. Ze zijn gisteren geland. Ik ben ontzettend benieuwd wat dit voor een ervaring is geweest. Van harte welkom allemaal. Frans, gefeliciteerd nogmaals met je 80ste verjaardag. Je hebt familie meegenomen, die zijn ook meegeweest op Expeditie 2019. Ja. Nick, welkom. Dank je. Naast je Gabriela, welkom. En Monique. Hoe was het? Geweldig. Geweldig. Prachtige ervaring. Ja, maar jullie ook? Ja, het was zwaar en heel vreemd allemaal, maar het was zeker de moeite waard. Ja. Oh, okay. Want Frans, het is niet de eerste keer dat jij deze expeditie... Nee, het was de derde keer nou. De derde keer, dus echt al ervaren. En is het dan ook zo dat het ieder jaar anders en iedere keer toch weer anders is? Want je hebt volgens mij ook andere omstandigheden. Altijd anders. En we hadden een andere route gepakt, een veel moeilijkere. En in tenten geslapen, wat we de vorige keer sliepen in hutten. Dat is meer comfortabel. Oh. En nou lagen we in tentjes op een ongelijke vloer. Dus daar hebben we, niet zo prettig aan. Daar hebben we wel een foto van. Maar goed, misschien zien we die voorbij komen zometeen. Hier zien we trouwens dat je aan de top bent van de... Ja, dus hoe hoog heb je... Bijna 6000 mee, nee? Het is waar wij bereikt hebben was 5600, bijna 5700 meter. Nee, zeg. Ja. En dat is niet gewoon even wandelen, dat is echt een tocht van hoeveel dagen? Ruim 5 dagen. Ja, 4 omhoog en 2 naar beneden. Ja. Jeetje, wat veel. En hebben jullie er allemaal voor getraind, Monique? Ja, zeker. Ja. We hebben zes trainingen georganiseerd, die we met de hele groep hebben gedaan. Moet je even... Eigenlijk ook voor de... Ja, voor het groepsverband eigenlijk te creëren. Oh, oké, want jullie zijn met een hele groep gegaan, Frans. Je hebt een expeditie 2019 in het leven geroepen, zeg maar. We hadden 22 mensen. En wat mijn vrouw al vertelt, teambuilding is heel belangrijk. Dat iedereen elkaar kent en dat we wat voor elkaar over hebben. Ja, want je moet elkaar wel vooruit helpen natuurlijk. Dat is één team, één grote familie. Nou, ga er maar aan staan, zo'n tocht. Ja. Want hoe kun je je voorbereiden? Veel wandelen, maar wat doe je met de hoogtes? Er is weinig tegen te doen. Dus de meest ervaren klimmer kan nog hoogteziekte krijgen. Ja. Maar er zijn pilletjes voor. Of ze helpen, weet ik niet. Ik heb ze nooit gebruikt. Okay. En ik ben op het laatst ook nog eigenlijk wel een beetje hoogteziekte gekregen. Maar ik heb het wel gered. Maar, kan altijd. Dus het begint meestal met duizeligheid, hoofdpijn, noem maar op. Uh-huh. Het is ook niet te vergelijken natuurlijk, want je gaat wandelen van tevoren. Je doet wat aan krachttraining om je benen natuurlijk topfit te krijgen. Maar het is zo'n andere intensiteit als je er eenmaal boven bent. Ja, je bent uren bezig met wandelen. De hoogte verandert, je lichaam verandert, je gemoedstoestand verandert, alles verandert. Het is allemaal zo anders. Ja. Je kan heel apathisch worden, hè, boven... Op de berg, gewoon door zuurstofgebrek eigenlijk. Maar de ademhaling die Frans de groep dus leert, die is wel heel belangrijk om die daarboven ook toe te passen. Okay. Omdat je gewoon, je moet gewoon zuurstof tot je nemen. En die is er gewoon heel weinig op die hoogtes. Ja. Ja, je merkt het aan de kleine dingen. Als je dan 's avonds je broek uittrok om je pyjama broek aan te doen. Ja. Nou, dan had je eindelijk dat ding van je kont af. En dan was je gewoon volledig buiten adem. Dan was je gewoon echt weer even... Dat lijkt me dan Dat was echt heel vreemd. Ja, een hele vreemde gewaarwording. Ja. Als je opstond uit je bed 's ochtends, moest je gewoon echt even... Schoenen bijtanken adem. Of zo. Maar daar kun je dus niet op voorbereiden natuurlijk. Maar dan heb je in ieder geval Frans bij je die weet van...
En ervaren gidsen. Ja. En ervaren gidsen. Dus we zijn met de grote groep. We waren bijna met 70 mensen. Zo. In totaal. Zo. Ja. Waarvan dan zo'n 50 gidsen eigenlijk. Oké. Ja, 20 gidsen eigenlijk, hè. En dan nog 30 dragers. Dus die lopen echt met de grote tassen naar boven en alles. Ongelooflijk. Die lopen je fluitend voorbij. Oh, ja. Terwijl wij lopen te puffen met een dagrugzakje. Ja. Dat, en die denken dan, daar heb je de toeristen. Daar heb je ze weer. Hebben jullie allemaal de top behaald? Niet dat ik dat belangrijk vind. Een heel eind, zeker. Ik absoluut. Niet helemaal. Nee, ik wel de laatste toch ben ik wel mee geweest. Gewoon nog om het in ieder geval te proberen. Ja. Maar ik heb heel veel last gehad van vermoeidheid en me niet lekker voelen. Ik denk door de hoogte misschien, omdat ik de wandeling niet gewend ben, dat weet ik niet. Maar ik ben halverwege moest ik omkeren op de laatste tocht. Oh. En dat was een hele rare, moeilijke beslissing. Ja, want je leeft er naartoe van, want ik ga naar de top van de Kilimanjaro. Nou. Maar op een gegeven moment moest ik toch zeggen van, mijn lichaam kan niet meer, ik kan niet meer, ik ga toch terug. Ja, maar je hebt het geprobeerd. Ja, dat in ieder geval. Dus... En ik ben van de 6 dagen, heb ik alle dagen in ieder geval iets gedaan. Ik ben er bijna gekomen, dus ja. Je was op 5200 meter, prestatie, zeker. Hartstikke goed. Ja. En hoe gaat dat dan? Want dan... op een gegeven moment wordt dat besluit genomen. Dat gaat in overleg, neem ik aan. Zijn daar dan ook artsen of mensen die wat medisch opgeleid zijn? Of hoe gaat dat? Nou, wel ervaren mensen. Die gidsen hebben toch allemaal wel een goede ondergrond, zeg maar. Die hebben wel wat geleerd. En er wordt niet altijd besloten door de gidsen of door mij wie er terug gaat. Want hier, Gabriel heeft voor de eigen besloten. Dus. Maar als wij zien dat iemand echt ernstig ziek wordt, of heel duizelig of niet meer op zijn benen kan staan, of barst van de hoofdpijn, dan breng hem naar beneden. Ja. Gaat altijd iemand mee terug. Oké, dus zoals bij jou ook? Ja, bij mij, wij liepen sowieso, ik liep samen met Nick, liep ik op een gegeven moment al achteraan de groep. En het was heel erg druk op de een of andere manier, midden in de nacht. Dus op een gegeven moment vroegen ze al een paar keer van, wil je nog verder? Maar je hebt natuurlijk voorgenomen, ik ga naar boven. Dus tuurlijk ging ik verder. Nee. Ik ga niet stoppen, ik ga niet omkeren. Nee, ik ging door. Maar op een gegeven moment hoor je toch een soort stemmetje in je hoofd. Stop nou, het is te veel. Je moet stoppen, hou op, je kan niet meer. Ja. En op een gegeven moment dan denk je toch, misschien moet ik er maar naar luisteren. En dan is het was heel onwerkelijk. Toen ik eenmaal mijn tas mijn tas had ik al afgegeven. Maar toen hij inderdaad op een gegeven moment doorging en er dus inderdaad een gids zich klaarmaakte om met mij mee naar boven of naar beneden te gaan, was toch en dan wel, ging je helemaal echt tot aan het beginpunt terug. Ja, en dat was mijn overweging ook inderdaad, want het was een tocht van 7 uur geloof ik uit mijn hoofd. Oh. En ik denk dat wij 3 uur onderweg waren en toen dacht ik dan als ik doorga moet ik nog 3 uur omhoog. En dan dat hele eind, dus heel die 7 uur, wat dus meer zou zijn in mijn toestand, moet ik dus nog naar beneden. Dus toen moest ik inderdaad met mijn laatste krachten moest ik echt nog ook nog naar beneden. Ja. Met 1 gids, die bleef bij me. Als ik tijd nodig had, dan stopte hij. Als ik moest zelf onderweg overgeven, dan stopte hij ook, wachtte hij me. Ja. Dus het was een hele ervaring. Ga je toch doen? Ja. Ja. Is het de moeite waard, feest, Nick, voor jou? Ja, absoluut, tuurlijk. Het is zeker de moeite waard. Heel de uitdaging eraan natuurlijk. En uiteindelijk hebben we het eigenlijk, als familie zijn we toch een heel eind gebracht. Met z'n allen. En, ja, mijn broer en zijn vriendin die zijn natuurlijk ook ermee geweest. Die zijn hier nu niet, maar die zijn er ook nog bij geweest, Ramon en Danny. Het was echt vanwege ook de 80ste verjaardag was dat, of kwam dat toevallig bij elkaar? Jongens die hadden al besloten, ik weet niet of het zo de 80ste verjaardag was. Het was wel een reden om dit jaar mee te gaan. Een van mijn zonen uit mijn eerste huwelijk uit België, dat was een grote verrassing, die had zich niet aangemeld in die mega. Dat las ik en die verscheen daar, hè? Oh, wat geweldig. Iedereen wist het behalve ik. Ja. Oh, wat leuk. Ja, super. Oh, geweldig zeg. En ben jij nu, heb jij dan nu ook een record zeg maar van een van de... Nee, beslist niet. Nee? Ik heb in Tanzania zijn mensen... die zijn al meer dan 300 keer naar boven geweest. U bedoelt vanwege mijn leeftijd of zo? Ja. Ja, vanwege mijn leeftijd waarschijnlijk wel. Oké, daar was ik benieuwd naar, want dat vind ik echt fantastisch. Maar goed. Ik ben niemand tegengekomen van mijn leeftijd. Nee. Nooit tussen. Ze stonden te interviewen van de Tanzaniaanse krant toen die beneden kwam. Ja. Daar had ik foto's van gezien. Ja. Nou, echt geweldig. In het Swahili. Hè? Ja. Dat praat lekker. Ja. En het,
Is het, wat vind jij daar zo, wat vind jij daar als jij daar aan het klimmen bent? Wat geeft het jou? Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. En elke keer denk ik, nou doe ik het nooit meer, dan kom je, ben je goed wel terug. Dat heb je met veel dingen in je leven en dan ben je het alweer gauw vergeten en dan denk je, ja, is toch wel leuk om nog eens een keer terug te gaan, weet je. Dan vergeet je een ellende. Ja, dat is altijd. Ja. Dus. Net als met bevallingen, ja. Zeggen ze. Ja. Oh, zei je dat? Dat wou ik al zeggen, maar ik denk, ja, dan zeggen ze. Vrouwen zelf, waren weer voor. Ja. Nu, jullie zijn gisteravond geland. Ja. Ik denk dat letterlijk ook nog het hele avontuur moet landen. Ja. Hè, want het is zo'n grote ommekeer en verandering. Ik vond het heel fijn dat jullie hier waren. En we zien later nog wel meer foto's. Die gaan we ook nog op de omroep plaatsen, hè? Gabriela. Ja, hadden we afgesproken, hartstikke mooi. Ja. Fijn dat jullie hier waren. Rust lekker uit. Ja. En als je wil, luister mee, want er komen nog meer artiesten van de Star Company. En dat zijn Romee en Noor. Dag dames. Hallo. Oh, wat leuk om hier tussenin te staan. Noor, Romee, jullie gaan ook optreden in twee theaters voor het Goede Doel. Klopt. Noor, leg eens uit waarom jij daar zo graag voor het Goede Doel wilt optreden. Nou, het is natuurlijk altijd goed om een goed doel te steunen. En ik vind het ook superleuk om te zingen, dus om dat zo te doen is het superleuk. Mm-hmm. Supergoed ook. Ja. En jullie gaan... Ik weet natuurlijk ook nog niks, maar het wordt een hele mooie middag vol met duets, ballads, samen. Ja. Wat mogen jullie verklappen? Wat kunnen we als publiek allemaal zien? Hoeft niet alles te verklappen. We mogen verklappen dat je het zeker naar je zin zit helpen. Ja. Oh, ben je diplomatiek. Ja. Het zal een hele leuke middag worden. Ja. En er komen veel medleys. Medleys. En leuke duo's en en dans, met die groep. En dans. Zelfgeschreven liedjes. Zo, wat gaaf. Yes. Robert Stoel. Robert Stoel. Ja. Nou, echt superleuk. Heel mooi. Ja. Dus komend weekend in de Speeldoos in Vught. Hè? En even kijken, het weekend erop, Podium Bokstel. 24 maart in Podium Bokstel. Heel mooi. Voor de voedselbank en voor het Vergeten Kind. Yes. Wat gaan jullie nu zingen? Ja. We gaan Writings on the Wall zingen. Oh, wat Writings mooi. Ik heb straks even de repetitie gehoord. En ik had er een zakdoekje bij. Zo mooi. Dames, doe je best en dank je wel. Dank je. Dank je. Hit the floor. I spend a lifetime running and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me want to stay. I'm prepared for this. A million shots to miss. But I feel like a storm is coming and I'm gonna make it through the day. But there's no more use in running. This is something I've gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I want to feel love run to my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. Cause the writing's on the wall. A million shards of glass from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? I want to feel love run to my blood. Tell me, is this where I give it all out? For you,
like a storm is coming, and I'm gonna make it through the day. When I'm no more using running, this is something I've got to face. How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I want to feel love run to my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I want to feel love run to my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. Cause the writing's on the dames, wat ontzettend mooi gezongen. Echt heel erg dankjewel. En met live gitaar erbij, hè. Dus allemaal live. Ik wens jullie een fantastische concertoptredens. Dankjewel dat jullie hier waren. Ik bedank al mijn gasten die vanavond in Dommeland live waren en u thuis voor het kijken. Over 2 weken zijn wij er weer. Dankjewel en fijne avond nog. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties.